Verslaafd, verslonst, verward. Zo zagen de laatste dagen van Robert Imker, alias Tokkel, eruit. Tokkel hoorde jarenlang bij het vaste stadsbeeld van Assen. Hij sliep in de zwerverskeet, was vaste klant bij de slijter en hij bietste zijn eten op de markt. Februari jongstleden overleed hij, op 52-jarige leeftijd. Samen met zijn broer Remco liepen wij nog één keer zijn vaste dagelijkse route. Dus morgens om 4, 5 ging hij al lopen en dan liep hij naar het station toe. Dit was zijn vaste loop van 100.000 kilometer in zijn leven. Dit was de vaste prik. Ja. En dan stonden ze hier, stonden ze allemaal bij elkaar, handen te warmen als het dan buiten vroor. En hier dronken ze een biertje en een wijntje en een kopje koffie of een broodje. En vanuit hier weg ging de meute de stad in. Met Tokkel voorop natuurlijk. Ja, Tokkel was de leider, hè? De man die liep altijd voorop en de rest liep altijd achteraan. Nou, dit was dan zijn territorium, dus hier bracht hij zijn tijd door. En dat was dan rond de middag. En dan ging hij, na de middag ging hij dus de andere stadsgedeelte in om daar eigenlijk zijn versnaperingen op te halen. Hij kreeg bij de Chinees kreeg hij zijn vaste portie lumpia's. Op de markt kreeg hij zijn fruit mee. Bij de kaasboer kreeg hij een stukje kaas. Kortom, deze man, dat was eigenlijk een vogel. Een vliegende vogel, heeft altijd wat, zei hij altijd tegen mij. Maar hij was moddervet. En dan kwam hij daar weg, uit de straat, en dan liep hij over het plein heen. En dit was de marketplace voor hem. Hier was de plaats waar het gebeurde. Ja. Zijn samenstel van dingen, dat had hij hier, en dit was het. Dit was, misschien was dit wel het succes wat hij misschien wel altijd graag wou. Want ja, hij was toch ook wel een beetje publiciteitsgeil, dat ben muzikanten allemaal. Maar hij was wel, hij had zijn aanhang, zoals ik al zei. Hij was een soort iemand. Hij had mensen die van hem hielden en daar was hij misschien wel content mee. In zijn wazige toestand af en toe, ja. Zoals wij hier nou zaten, dan zag hij ons nog zitten. Hij had trouwens maar één oog, dat weten een hele hoop mensen ook niet. Hij was met één oog blind. En dan zag hij je echt. En dan, nou, dan ging je beneden staan en zegt hij van, wat ben jij daar boven aan doen? Je hebt het toch niet over mij, hè? Dat zal zijn woorden nu zijn. En als je wat wil vertellen, dan moet je hier maar heen komen, zegt hij dan. En je moet mijn broer niet geloven. Ja, dat zei hij dan. Ik weet precies wat hij zegt. Tokkel groeide op in Assen als jongste van een gezin met 3 kinderen. Hij leerde het slagersvak, maar koos al snel voor het leven van beroepsmuzikant. Zijn naam dankt hij dan ook aan zijn virtuose gitaarspel. Samen met broer Remco vormde hij in de jaren 60 een rockband, The Sound of Imker. Ja, dit is nog de studio waar mijn broer dus heel lang is geweest. En hij zat ook op dezelfde plek waar ik nu zit. En dan speelde al die fantastische gitaar. En wij spelen ook het nummer van hem, Stop the Train. En dat betekent ook dat sommige mensen niet meeraasden in de trein, maar dat ze onderweg uitstappen. Dat vinden een hele hoop passagiers niet leuk. Maar er zijn zoveel mensen die uitstappen en toch een vreemd dorp ingaan. En dat heeft mijn broer ook gedaan. Die is onderweg uitgestapt. Die zegt, dit is mijn leven. Het andere kon hem allemaal niks meer schelen. Dit was het. En daarom speelde ook Stop the Train voor hem. Dat is ook een nummer van hem. Stop the train. This is my only place. Open the door. Het rock'n'roll leventje bracht het gebruik van de nodige stimulerende middelen met zich mee. Terwijl Remco het bij een borrel hield, experimenteerde zijn broer steeds meer met drugs. Als Tokkel in de jaren 70 overstapt naar de band van zijn goede vriend Herman Brood, is het hek van de Dam. Hij gebruikte
gebruikte van alles natuurlijk. En dan heb je dus over pep en je hebt het over coke en over speed. XTC, dus ja, drank en drugs verroes je helemaal. Cameraman, wat vind je van meneer Gut? Aardig kerel, hè? Wanneer ben jij toch al eigenlijk kwijtgeraakt? Nou, dat is al een jaar of 10 geleden, denk ik. Ja. Vertel eens. Ja. Hè? Vertel eens. Nou, hij speelde bij mij ook nog wel muziek samen, maar op een gegeven moment kon ik niet meer tot hem doordringen. Hij keerde helemaal in zich en ik kon hem niet meer bereiken. En als ik dan te veel druk uitoefende, ging hij gewoon weg. Hij is wel eens een keer uit een rijdende auto gesprongen, zo'n beetje. Nou, dat ging natuurlijk niet erg hard. Hij zei, dan moet je ophouden, zei hij. Dan springt hij zo de auto weg, met alle gevolgen van dien. En dan liep hij weer. Dus hij liet niet meer toe. In zijn belevingswereld, dat ik daarna weer tussen kwam. Dus hoe is dat om je broer, want je bent hem dus eigenlijk kwijtgeraakt al voordat hij overleed? Ja, ja. In feite wel ver van tevoren. En je had altijd nog stille hoop dat hij dus, dat het ging stabiliseren. Dat hij op een gegeven moment een gedrag had waar hij mee kon leven. Maar het ging natuurlijk bergafwaarts, hè. Verzorging niet, infectie aan de voeten, infectie aan het been, dubbele liesbreuken, kortom. Het is toch ook heel normaal als een mens zich verwaarloost. Er hangt op een gegeven moment een prijskaart aan. Tokkel weigerde iedere medische hulp. En uiteindelijk werden een dubbele liesbreuk en bijkomende infecties hem fataal. Zijn laatste dagen sleet hij in een keet die eerder op initiatief van Remco voor de zwervers in de stad was neergezet. Nou, je ziet het wel, hè, hoe die mensen hier leven. Hier. Nou, daar sliep dan Tokkel in die hoek daar. Ja, dit was zijn plek waar hij dus 's nachts verbleef. Ja. En het is een plek, ja, het roept weer droevenis op als je het weer ziet. Het doet je toch wel gigantisch pijn dat je broer dan hier zo geleefd heeft. Ja, je ziet hem gewoon onder je handen wegglippen gewoon. Dat is niet leuk om te zien. Ik heb hier al heel wat traantjes weg moeten pikken nadat ik in de auto wegreed. Ja, absoluut. Ja. Mis je hem? Ik mis hem natuurlijk altijd, elke dag. Ja. Ja. Hoe zou je die band omschrijven die je met hem had? Nou, we hadden een beetje een haat-liefdesverhouding. Ja, kwaad omdat hij dus zo zich liet afzakken naar de maatschappij. En zo liet afzakken in deze troep in feite. En aan de andere kant, ja, hij wou het zelf ook. Ondanks zijn levenswijze sprak Tokkel nog wel eens met zijn twee dochters. Zijn moeder zag hij zelden. Hij schaamde zich voor haar. Toch bezocht zij hem aan het eind van zijn leven. Ik ben er toen met mijn moeder hier geweest en met de dochters van hem. En we hebben dus ook gezien hoe hij hier dus crepeerde van de pijn hier in deze caravan. Ja. Ja, dit is het dan. Vies en smerig. Zaten jullie op die stoeltjes net? Ja, wij zaten dus hier gewoon. Wij stonden gewoon bij zijn bed en hij was vrij emotioneel dat hij ons zag. Ik zeg, jongen, waarom doe je dat nou eigenlijk? Hè? Zul je niet voor het leven kiezen als voor dit leven? En dan zei hij ook van, donder maar op. Ik ben toch niks meer waard. En ik zeg van, ik heb hiervoor gekozen en wegwezen jullie. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Geestelijk was hij niet meer aanspreekbaar, nee. We hebben wel geprobeerd dat hij dus gedwongen opgenomen werd. Maar hij was daar een dag en dan was hij weer op straat. Men zei, ja, die man die merkeert niks. Hij kiest hiervoor einde. Klaar. Nou, dan liep hij weer in Asten. Op blote voeten en op zoek naar doop gewoon, zo kun je het zien. Op 3 februari werd Tokkel uiteindelijk doodziek met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het personeel daar stuurde hem weer door naar de psychiatrische afdeling, waar hij de volgende dag overleed. Nou, ik kwam hier aan met mijn moeder en zijn twee dochters. En toen dachten wij nog van, we halen hem op of we gaan hem bezoeken. En dat hoeft het al niet meer, zei die dokter. Hij is net overleden. Hij was nog warm, want ik heb nog aan zijn hoofd gevoeld. En toen lag hij daar. En dat was natuurlijk een gigantische klap, was dat. En het was in dat kamertje dat we dat bericht kregen. Daar zaten we met elkaar en ja. En toen was het over. Hoe zag die ruimte eruit? Het was gewoon een soort, volgens mij was het een soort isoleercel waar hij in lag. Een betonnen cel en een matras op de grond. Dus dat zijn dus niet. Het was geen verpleegkamer waar hij verpleegd werd, maar hij lag gewoon op de grond in een soort isoleercel, daar lag hij. En daar heeft hij ook zijn laatste adem uitgeblazen. En wat daartussen
En hoe vind je dat? Ik vind dat verschrikkelijk. Ze hebben de handen van hem afgetrokken. Want iemand die in een ziekenhuis is en die verpleging behoeft, die kun je zo niet naar een psychiatrisch ziekenhuis dumpen in zo'n kamertje. Dat was gewoon niet om aan te zien. Het is verschrikkelijk. Het overlijden van Tokkel kwam voor Remco als een zware klap. Toch was de dood van zijn broer ook een opluchting. Het is eigenlijk een beetje een gedeelde smart, zeg ik altijd. Aan de ene kant doe je gigantisch veel verdriet. En verdriet, dat kun je niet sturen. En dan zie ik weer, dan zie ik die gitaar van hem daar liggen. En dan zie ik dat podium waar hij al die op stond. En dan, ik hoor nog wel eens muziek van hem. Dan denk je, ja, dat is toch tragisch in feite. Ja. En ik denk dat die de mensen dat wel zou hebben. Met zijn broer of met zijn zus. En aan de andere kant was ik blij dat hij niet meer die lijdensweg moest voortzetten. Want die man die liep met een groot kruis op zijn nek. En ja, hij is in feite eigenlijk op Golgotha, en ik ben bijbelse termen te spreken, daar is hij in feite gestorven. Hij heeft een lijdensweg gehad de laatste maanden wel, ja. Kijk, ik heb gezegd, het boek van Tokkel is dicht. Maar ik heb een ander boek weer losgetrokken. Want het gaat ook om hoe beleef ik op dit moment het leed in feite. En hoe kijk ik nu eigenlijk tegen alles aan. Maar als ik dan zie dat oudjes bijvoorbeeld één keer in de week gewassen worden. Ik vind het gewoon schandalig. En alle mensen die non-productief zijn, die vallen eigenlijk allemaal een klein beetje buiten de boot. Want men heeft er niets meer aan. Terwijl ze eigenlijk ook een beetje kleur geven aan je leven. Vind ik tenminste. En daar moet plaats voor zijn. Maar dat wil niet zeggen als iemand een afwijkend gedrag heeft, dat je hem dan ook maar moet laten verslonsen. Dat je ook maar hem onthoudt medische verzorging. Je bent heel boos eigenlijk. Een beetje wel, ja. En niet alleen over Tokkel, want dat boek moet een keer dicht, vind ik. Maar er zijn nog zoveel mensen die er ook zo bij lopen. En de maatschappij die kijkt ernaar en denkt, daar gaat hij weer eens zo vies als ik. Maar ze vergeten namelijk ook dat hun eigen kinderen misschien later ook zo lopen. En laten we dan die mensen weer opvangen en ze een plek geven in de samenleving. Ik heb er 10 jaar heb ik het in gevochten. Maar ja, wat heeft het geholpen? Ja, daar staat hier een oude Kees staat hier. En je broer die is er niet meer. Dat is het enige wat ik ermee bereikt heb. Heb je het gevoel dat je gefaald hebt? Ja, ik denk het wel, ja. Ik heb natuurlijk altijd gigantisch tegen de autoriteiten aangeschopt en getrapt. Gewoon dat ze te weinig deden. Ja, je blijft het doen. Ja, en als je dan later ook eens een keer de ogen dicht doet, denk je ook, nou ja, hij heeft zijn best ook gedaan. Zo werkt het gewoon. Ja, je moet er humor toch een beetje van inzien. Nu Tokkel er niet meer is, heb je nog zin om hiermee verder te gaan dan? Nou, ik ben hierheen gegaan en dan doe je het emotioneel wel wat. Maar ja, ik weet ook nog eens niet. De dood van Tokkel heeft heel wat losgemaakt in Assen. Er komt nu een verbeterde en vernieuwde opvang voor daklozen. En er zijn zelfs plannen om die naar Tokkel te gaan vernoemen.